Flevoland is bijzonder doordat dat een van de meest duurzame provincies van Nederland is als het gaat om het opwekken van energie. Maar ook de bedrijven in Flevoland dragen hun steentje bij om de provincie een stukje duurzamer te maken, merkt ook Leen Verbeek. Ik ben zelf aangenaam verrast als ik kijk naar de bezoeken die ik afleg bij de bedrijven in Flevoland, en dat zijn er heel wat, dat het daar een heel serieus agendapunt is. Ik heb soms wel eens het gevoel dat de ondernemers verder zijn dan wij als overheid, omdat ze allemaal heel erg bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen en allemaal heel actief zijn om in die voorhoede, in de innovatieve hoek, de mogelijkheden te gebruiken die er zijn. En als ze er niet zijn, dan gaan ze zelf aan de slag om het te ontwikkelen. En dat gaat echt heel ver. Zowel in de agrarische sector, in de voedselproductie, zie je echt spectaculaire voorbeelden. Maar ook gewoon in de industrie is men daar op een hele goede manier mee bezig. Een van de voorbeelden van bedrijven die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan is PDX Services uit Almere, die onder andere bij RTL de catering verzorgt. Wij verzorgen hier dagelijks de lunch voor de medewerkers van RTL. En de nadruk van ons bedrijf ligt op gezonde producten, een sociaal beleid voor onze medewerkers en aandacht voor lokale producten. Een voorbeeld van onze lokale producten is ons Hollandse fruit, wat u hier ziet liggen. Onze leverancier haalt het eens in de week op bij de telers en in dezelfde rit brengt hij het terug bij ons op locatie. De cateraar haalt heerlijke producten uit de regio. Zo komen er groenten van een boer uit Biddinghuizen. Een ander voorbeeld van onze lokale producten is het vlees. Hier ziet u roastbeef wat we gehaald hebben bij de stadsboer in Almere. Waar de koeien in alle rust en alle vrijheid van hun leven kunnen genieten. De kleinere stukken vlees worden verkocht aan de burgers in Almere. En de grotere stukken vlees worden door ons opgehaald, verwerkt en bereid. En dan onze laatste aanwinst, Pain Numère. Brood met de kortste voetmijls ter wereld. Binnen een straal van 40 kilometer komen alle producten om dit brood te realiseren. Tarwebloem, zelfgemaakt zuurdesem en gezuiverd zeewater. Naast het aanbieden van gezonde en duurzame producten vindt de cateraar het belangrijk een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Zo biedt het mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt een kans. Ik zat eerst onder werk. En toen had ik bij het UWV had ik een jobcoach aangevraagd. En die heeft me geassisteerd met werkzoeken. Ik vind het hartstikke leuk hier om te werken. Ik ga met veel plezier naar mijn werk toe. Ik heb aardige collega's. En ik ben echt super blij dat ik hier terecht ben gekomen. Een bijzondere plaats waar de producten vandaan worden gehaald is zorgboerderij Weten Hoe Je Leeft in Almere. Van het restaurant in Hilversum, nu hier in onze kas in Almere. U ziet het al, hier staan een gedeelte van onze planten die we nu aan het telen zijn. Planten die groeien op het moment dat de natuur het toelaat. We werken hier met mensen, met jongens uit Almere. Jongens met een verstandelijke beperking, kans geven om toch een nuttige dagbesteding te hebben. Hé mannen? Ja. Maar naast het werk in de kas kunnen de werknemers creatief aan de slag met hout. Dan maken ze dit schitterend mooie buffetmeubel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan praten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is doen. En bij ons zit het in ons DNA.